De finishlijn van de Tour de France. U heeft hem de afgelopen weken vaak voorbij zien komen op televisie tijdens de Tour. En u weet al wie de Tour de France gewonnen heeft. Maar dat is voor mij nog maar de vraag, want het is namelijk vrijdag 2 juli. We staan in Rotterdam, Zuidplein. Hier wordt alles opgebouwd voor de start van de Tour de France. En voor een belangrijk deel het werk van een Brabants bedrijf. We zijn bezig met het opbouwen van de ceremonie signatuur, zoals ze het noemen, het intekenpodium, de vertrekboog en aan de finish starten we met 1 kilometer boog, de Flamme Rouge. 4 hospitality wagens die allemaal een prachtige naam hebben, Calabier, Tourmalet, Isoar en de Club de Tour de France. De 120 commentaarposities die er zijn, de Groenepoel, dat is de tijdmeting, fotofinish, ceremonie protocolair. In het achterveld zitten we nog voor RTBF en andere tv-maatschappijen en onze eigen verzorgingswagens. Want de finish, dat kotje hier, met dat donkere glas achter u, dat is ook voor jullie, hè? Ja, dat had ik nog even vergeten. Nou, misschien ben ik iets meer vergeten, maar dat is de speakers corner voor Daniel, de presentator, commentator van de Tour finish. Next 3 years, yes. Dit wordt even uitgereikt. Een contract voor de komende 3 jaar? Ja, is al ondertekend. Dus nou, de exemplaren zijn gekopieerd. Dus een soort diamant. Nieuw contract. Dus Movico zit voor de komende 3 jaar gewoon er weer warmpjes bij. Ja. Gelukkig wel weer. Ik ben ook blij mee. We zijn nu aan het wachten tot de laatste rijder binnenkomt en dan kunnen wij met ons werkje beginnen. Als de laatste renner binnen is, dan is het weer vliegende haast om naar Brussel te komen. Ja, klopt. Officieel moeten wij een uur na de finish moeten wij de mensen nog de kans geven om de werk af te maken. En vervolgens kunnen wij beginnen met demonteren en verplaatsen. En zo dus dag in, dag uit, van etappe naar etappe. Ja, de hele Tour door. De hele Tour door. Elke dag weer. Het is inmiddels een week na de toerstart in Rotterdam en we zijn 1000 kilometer naar het zuiden gezakt, naar Station des Roues in de Jura. En u ziet het, de reclamecaravaan komt al binnen en de toerrenners komen eraan. Wat een eerste toerweek. En weer zijn geluksketting. Weer de gedachte aan zijn vrouw en kinderen. Hij heeft even overwogen om te stoppen met wielrennen. Hij vond het te gevaarlijk, maar besloot om door te gaan en pakt in de eerste toerweek 2 etappes. Dan Perger. Dan Moreno. En dan Federico. Dus het peloton al helemaal, joh. Ja, en die komen op 1.46. Dus we kunnen opgelucht ademhalen. De kopmannen van de Rabobank zitten allebei in de belangrijkste groep. Ik ben nog steeds niet over de weg heen.
Nou, alle toerrenners zijn binnen, alle VIP's zijn weg, alle bussen zijn weg. Sergi Dane, ja, nou is het opschieten naar wegwezen. Ja, en heel snel ook met dit weer. Ja. Moet zorgen dat we wegkomen. Ja. Meer dan 30 graden net en nu begint het echt de onweer en het regenen. Ja, het knalt eruit op dit moment. Het knalt eruit. Ja. Het is nu 7 uur. Hoe laat zijn jullie weer op de volgende plek, op de Morzine? We moeten vanavond een uurtje of 4 rijden, denk ik. 3,5 tot 4 zijn we aan het rijden. Voordat we hier weg zijn, zijn we weer 2 uur verder. Dus 9 uur weg en een uur of 1 denk ik dan in Morzine zijn. Ik hou je niet op. Oké, dank je. Succes. Ik sta te wachten op mijn bed. Die zit toch in de andere vrachtwagen? Ja, ja, ja. Is leuk, hè? En ik zit nog een glaasje wijn misschien voor het slapen gaan, maar als het echt laat wordt, dan doe ik dat wel niet meer. Want jullie waren laat weg, hè? Ja, het was eigenlijk was de zone veranderd in één groot zwembad, of een meer, of hoe je het dan ook wilt noemen. Dus dat heeft wel voor de nodige vertraging gezorgd vandaag, ja. Er staan nu 3 trucks. Hoeveel moeten er nog komen? Al bij al zitten we rond 13 trucks, dus nog 10 stuks verwacht ik hier. En je bed? En mijn bed, dat is het belangrijkste. Het niet voor het vertellen, hè. Was er nou veel te laat? Ja, de Fransen rijden niet door, hè. Wij willen wel, maar als die Fransen in de weg gaan staan in de klim, dan schiet het niet op natuurlijk. Vielen de kolen een beetje mee? Ja, geen probleem. Ik heb meer medelijden met die wielrenners morgen. Ja. Wij hoeven alleen maar gas te geven en dan gaat het vanzelf, hè. U snel naar bed? Ja, ik denk het wel. Misschien nog even een aperitiefje, maar dat komt goed. Zondag 11 juli, 7:30 ochtends. Vanaf 5:30 zijn ze hier alweer bezig. Jorren van der Waarsenburg. Het is hier vroeg op. Het is wel vroeg op, ja, zoals gewoon in de Tour de France. En, ja, we staan vanuit de berg. Mooie locatie. Voor mij ook een redelijk goede positie om op te bouwen. En ja, hopelijk blijft het droog vandaag. Gisteren was het minder weer. Morzine, Avoria. We waren er zo rond 2:30, 3 uur op. Hoe laat was je er weer uit? Ik was eruit om 4:45. Auw. Ja, het doet zeer. Maar we zijn alweer gewend. Na de eerste 3 dagen dan zit je in het ritme. Dus gaat het goed doen.
En zo gaat het dus elke dag. Afbreken, verplaatsen met al die vrachtwagens, weer opbouwen. De volgende dag afbreken, verplaatsen en zo tot aan de Tour finish op de Champs-Élysées in Parijs op 25 juli. Morgen niet, want morgen is er een rustdag. En ja, misschien is het maar beter ook. Hola! España! España! Ole, ole, ole! Seto Fondon, ja, hoe moet het nou vanavond? Want je bent half Spaans, half Nederlands en de finale moet nog gespeeld worden. Ja, ik laat ik vooraf zeggen, ik ben blij met deze finale. Want ik van begin af aan zei, de finale wordt Holland-Spanje en ik heb gelijk. Maar ja, nu zit ik in een discutabel moment. En ja, moet voor mij eigenlijk de beste maar gewinnen. Ja. Nu zit je weken met elkaar opgescheept. Word je nou nooit hartstikke moe van sommige collega's? Met de naam van Tom? Ja. Nee, dat is mijn buddy. Nee, dat is mijn maatje. En, nee, het is gewoon alleen maar een beetje kloten met elkaar en that's it. Et au moral également, et à la veille de la journée de repos, eh bien ceux qui auront été battus aujourd'hui vont prendre un sérieux coup. Feit is dat de Tour vandaag op zijn kop staat, dat er mensen uit het klassement zijn weggevallen, zoals deze Lance Armstrong, dat er anderen zijn opgestaan, dat we een nieuwe leider hebben in de Ronde van Frankrijk, en dat is een Australiër. Cadel Evans heeft er nog nooit zo goed voor gestaan na een week de Ronde van Frankrijk. Chavanel geeft het stokje over. Morgen is de rustdag. Natuurlijk krijgen we nog reacties vanuit het peloton. Dat gaat in deze uitzending helaas niet meer lukken. Andy Slek wint de etappe. Gesink is derde geworden. Moerenhout gaf de etappe kleur met een lange ontsnapping. Het was een mooie oranje dag. En laat het vooral ook oranje eindigen. Want dat hopen we natuurlijk met z'n allen vanavond. Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan, zolang we maar schouder aan schouder staan.